Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Mario 64, oh ja. Ja, Mario 64 is een onderdeel helaas daarvan. De tijd gaat nu in. Sorry jongens, dat dit een onderdeel is. Het spijt ons. Huh? Dit was... Wat is dit? Er dit is niet... Dire Dogs. Everything alright? Ja, I guess. Ja, nu wel weer. Ik heb de meest makkelijke ster ooit gehaald net. Heb jij deze ook al gedaan? Dire Dogs? Ja, die heb ik gedaan. Oh, dan heb je misschien... dit ook al wel gedaan. Ik weet het niet. Snowman's Land. Nee, die, nee, die ben ik aan het doen. Snowman's Land. Nee, oké. Okay. Ik vind het heel vaag. Waarom had ik dit zo net niet? Zo net ging ik gewoon naar... magische kleur. Dire Dogs. En nu is alles ineens weer anders. Nou, wel van anders. Nee, auw. Waarom beweegt alles? Dat is een goede vraag. Ze hebben de sterren in dit level niet echt heel moeilijk gemaakt, zal ik je zeggen. Welke? Ik doe Snowman's Land of zo heet die. Hé? Oh, dat kan... ik kan me... dat is niet diegene die we al gedaan hebben, zeker? Nee. We hebben... niet die met de pingwings. Als je boven bent, heb je op een gegeven moment zo'n kamer met spiegels. En dan zie je in de spiegel zeg maar een schilderij die er niet is. Ja, hoe zeg je dat? Je ziet op een gegeven moment een schilderij die er niet is als je... hoe dan? Sorry hoor, maar hier werd ik even heel boos van. De camerahoeken waren gewoon dat ik niet kon zien waar ik was. En vervolgens doen ze zo van... ja, je mag niet in de lava, hè? Hoe kun je dat bedenken dat het goed werkt? Ja, rot op, gast. Je werd zo'n soort van genaaid? Nou, niet soort van. Nee, dat... je werd eigenlijk een soort van helemaal echt wel dik genaaid. Ik werd uber Quinn genaaid. Ik zei uber, toen moest ik meteen denken aan dat joch. Dat klinkt wel heel neerbuigend. Ja. Auw! Wacht, een paar coins. Sander, een paar coins die het nog kan. Jij pak een coins, Sander? Nee! Heb je ook wel zo'n level dat gewoon echt kut doet? Maar dat had ik niet. Oh. Dat is... hè, maar waarom... Oké. Ik moet niet. Kut. Ik wil ook niet te veel zeggen, want ik wil, zeg maar, jij hebt half voorsprong, zeg maar. No offense, maar... waarom wil je het niet zeggen dan? Want ik ben toch verder dan jij. Ja, maar stel, hebt dit niet al meegemaakt. Nou, waarschijnlijk wel. Ik denk dat ik alle levels die jij nu aan het doen bent al gedaan heb. Oh ja, jij had het lava leveltje had je al gedaan, toch? Ja, heb ik ook al gedaan, ja. Ja, oké, okay, nee, dan... nee, dan... zit ik fout. Dan heb je dat inderdaad al gehad. Nou, dan ga ik... weer gewoon naar... Dire Dogs, als ik fucking normaal kan... dieve bewegen... zon. Met fucking Mario. Mario, ik zei normaal bewegen! Oh, ik denk dat hij je niet goed verstond, hoor. Nee, dat weet ik wel zeker. En nu ga je in een fucking tornado? Dat is niet wat ik wil. Mario. Oh. Volgens mij haat hij me. Mario. Oh, nee. Nou ja, hij haat me wel, hoor. Daar niet van, maar... volgens mij moest ik dan... zorg dat...
Mario me niet haten? Hoe deed ik dat ook alweer? Mario Sunshine spelen? Ah, oké. Oké, ik neem aan dat ik die als laatste moet hebben. Oh, dit gaat sowieso kut worden. Wat zei je? Dat ik echt zo'n kutstuk heb nu. Oh. Mario, werk is mee. Werk. Mario, kan het zelfs beter dan Mario. Kutzooi. En dat is heel wat, want Mario is dik. Oh, sorry. Wow, vet shaming hier. Nee, Mario. Nee, het is over het algemeen wel zo dat dunne mensen meer bewegen. Nee, niet erin. Oh, wat kut dit. Wat kut dit. Dikke mensen haat, hoor ik hier. Nee, wat kut dit. Niet de dikke mensen, die zijn niet per se kut. Maar dit was echt heel naaiend. Als je dit ziet, jij denkt, what the freak, man. Precies op die manier. Je durft het niet eens anders te zeggen. Zo debiel is het. Oké. Oh, is dit Mario 64? Want dit is kut. Mario! Kom op! Ja, dank je. Ah, ik heb nu niet die luchtbel. Pak die luchtbel. Pak wel. Nee, oké. Okay. Als je zo gaat doen. Can you dance like a hippogriff? Hippopotas? Hippopotas? Je zei hippo, toen moest ik meteen denken aan een hippopotas. Ken je dat programma van vroeger Bobo? Nee, ik ken wel Bobo, maar... Nee, je had zo'n gast met een gele afro. Die heette Bobo. Dat was er niks, nee. Misschien is dat voor mijn tijd? Ik weet niet. Nee, ik weet het niet eigenlijk of het voor jouw tijd is. Oh, dat was een fijne bug. Hé, hey, Mario, ga eens naar beneden. Nee, ik vraag fucking naar beneden. Nee. Dus het is een aardige vraag, Sander. Mario, zou je misschien alsjeblieft naar beneden willen gaan? Na Mario 64 heb ik echt een therapeut nodig, man. Dat snap ik wel, ja. Nee, naar beneden. Mario, zou je alsjeblieft... Alsjeblieft... Alsjeblieft, pak gewoon het kiezen op. En die luchtbel. Oh ja, dat is kut, ja. Dat, oh, dat werkt. Ook zitten kutten. Ja, dat had ik al gezegd dat het zou werken. Oké, nog een keer huilen. Mario, je weet niet hoe pijn je me doet als dit niet... Mario. Je vuile bitch. Ja, ik had dus net... Ik had precies al die vier kistjes. Maar... Toen dacht Mario, yo, laat ik een tornado in zwemmen. Oh ja, dat heb ik ook gehad. Ja, dat heb ik ook gehad, ja. Ga naar beneden. Hoe moeilijk is het ook als ik zeg naar beneden, dat hij naar beneden gaat. Ja, als ik zeg naar boven, dat hij dan naar beneden gaat. Oké, nou, ik heb het. Echt hoor. Mario. Hoe spelen speedrunners dit zonder gewoon... Dood te willen. Ja. Gewoon, ik denk als je deze speedruns doet, dat je de 60 niet haalt, zeg maar, zoveel stress krijg je. Ja. Mario, nee, doe even normaal. Dat is niet normaal! Oh, dit is zo kut. Nu heb ik het over de game. En alles wat daarmee te maken heeft. Nee. Jawel. Oh, dat werkt. Oké. Nee. Oké, ander onderwerp. Want nee schreeuwen
is misschien niet heel vermakelijk voor de kijkers. Fucking kut. Oh, hier heb ik zeker die... Nee! Die ene item. Nee. Ik wil dood! Oh, sad. Ik wil echt niet meer. Ik wil niet meer leven. Oh, het ging de vorige keer zo goed. Ik was zo goed bezig met niet lullen over de game. Behalve op het laatst. Maar dat telde niet. En nu? Behalve op het laatst. Behalve op het laatst. Ik heb nog nooit zo'n slechte game gespeeld in mijn leven, denk ik. Hey, en ik same. Heb hem al eens gespeeld. Kun je nagaan hoe slecht die nu wel niet is? Mm-hmm. Het is gewoon uber slecht. Uber slecht games. Nou, zou ik het wel durven zeggen. Mario, ja. Als je nou eventjes blijft waar je bent. Volgens mij heb ik nu die bel niet opgepakt. En als ik iets nodig heb, is het leven. Want mijn leven is al zo kut. Fucking Mario. Dan. Zal ik doe je favoriete level. Als ik vanavond in mijn bed en deze game niet meer hoef te spelen. Nou, ik ben blij als de camera meewerkt. Ik ben ook blij als Mario fucking luistert. Oh, wauw, wat gebeurt hoe dan? Hier? Ik stond er letterlijk tegen die kist aan, jong. Moet je per se er naartoe kijken ook of zo? Of... Wat is dit? Ja, nee. Alweer. Oh, dit is zo. Dit is echt. Nou. Wauw, ik ga twee keer op zo'n rare manier dood. Maar verder hou ik al van de game. Dat is niet waar, leugens. Dat kan niet. Sander, ik moet nog 13 sterren niet. Voordat ik naar Bowser kan. 13, oh. Aan de ene kant is dat mooi. En dat betekent dat je van de game af bent. Dat ik van de game af ben. Aan de andere kant betekent wel dat ik meer sterren achterstand heb. En Mario Sunshine. Ben jij goed in? Dat is waar. Als nou in, ja, goed. Die heb ik één keer gespeeld. Van. Ja. En jij vaak. Meer dan één keer. Mm-hmm. Dus als ik een lievelingsgame altijd moet opnoemen, dan is dat altijd Hier. Dus hoeveel nadeel heb ik? Ik denk misschien met Galaxy. Ja, met Galaxy heb je echt wel, kans hoor. Het liefst zou ik nu gewoon chest in het midden als eerst willen doen. Wow, dan krijg je zo'n stroomschokje voor altijd. Ik ga denk ik een TikTok-klok niet eens doen, alleen als het echt moet. Ja, dat snap ik. Volgens mij hoeft die ook niet, want bijvoorbeeld speedrunners. Volgens mij doen die TikTok-klok ook niet als ze de game niet 100% zeg maar. Nee. Maar goed, die hebben dan wel bij sommigen ook wel weer de. Hoe heet het? De 100 coins ter. Mario, zwem alsjeblieft. Dank je. Oké, als ik nu alvast hier zo even om kan draaien. Oh, mensen zullen echt denken, wat is dit, zijn dit voor amateurs? Dat mag. Nee. Mag ik zo? Volg eens in de chat. Ik zit echt beter aan, mijn jongen, je wil niet weten. Als mijn B kapot is, Nintendo, het is jouw schuld. Wat is dat voor... Oh, weer als ik dood ga. Pak die coins. Ik werd gebeurd dat ik naar beneden ging, omdat ik de rand aanraakte of zo. Hé, hey, hoe werkt dit? Yes! Ja,
nog nooit zo blij geweest met één ster. Ik zit een beetje... Het rage niveau hier is bijna net zo erg als toen ik Super Meat Boy speelde. En dat zegt een hele hoop. Ja? Is het een rage game? Ik heb die game nooit gezien. Ja, dat is letterlijk een rage game. Als in, die game is zo moeilijk, dat het is zo kut om te spelen, maar als je hem eenmaal een leveltje gehaald hebt, geeft dat zo'n voldoening, dat je dus weer door wilt spelen. Oh, je moet op het tapijt blijven staan, wat is dat nou in een typische onzin? Is dat deze game ook? Met die vogel, en dat je dan moet balanceren, nee, zeg maar. Met nee, die dat is Sunshine. Points. Dat is ook Sunshine, ja. Ik vind die, die game vind ik valt moeilijk. Eigenlijk nog best wel mee. Die vind ik best die, wel dat moeilijk, level maar wel leuk. Kut. Ja, hoe dan? Hoe moet ik dat doen dan? Wat is dit voor onzin? Ik weet echt niet in welke levels ik die 7 sterren, of die 13 sterren ga halen hoor. 7, 8, 13. Ja, het ging niet helemaal goed. Ik zag 57 en dacht ik eerst 7. En toen dacht ik, oh nee. 64. Hey, ik herken 64 wel ergens van. William. Is dat niet toevallig van deze game? Is dat zo'n bedoel? Nee, maar echt, dat is wel zo. Deze game heeft wel 64. Met nog iets voor, maar... Weet je, ik durf dit niet eens een Mario titel te noemen, dus... Zo kut is het. Nee, dit is Mario onteerend in deze game. Ha, Paddy niet Mario ook? Of nou, haat. Dat is meteen zo'n groot woord, maar... Ja, hij is niet per se een Mario spelen. Nee, precies. Wat is dit nou weer? Ik snap hem. En keihard ook. Oh, jezus. Als we nou een game maken... waar de camerahoeken zo kut zijn... dat... shit... niet normaal kan platformen... Er zijn ook geen palen. Er zouden palen moeten zijn. Van wie moet dat dan? Pole jumping for red coins. Waar zijn die dan die fucking pole? Ja, dan moet je een bepaalde level hebben gehad inderdaad. Ik moet gaan. Wat kut. Ik heb een ster gehaald, wat te vlug. Ik weet niet meer waar dat is. Hoe kom ik ooit weer bij Dire Dire Doors? Is dat swing hier naar onder? Breathe. Nee, dat is niet hier naar onder. Oh, dat is hier. Oké, okay, nou, dat viel mee. Dan gaan we deze... Maar welk leveltje is dat dan? 6 minuten, nee, nog 7 minuten staan er ongeveer. Oké. Okay. Nou. Gaan we ons best doen. Doen we altijd dan. Nou, deze game voelt het niet altijd zo. Ja, de game doet gewoon niet zijn best om, okay, om goed te zijn. Dat is het zo, het is niet onze schuld. Oh. Dus toch. Nee, dat dacht ik ook al wel, maar... What the fuck? Precies die ene pixel, denken ze... Ja, nee, dan ga je even vallen. Dan ga je ook pijn hebben. Oh, oké, okay. Nee, dat wou ik ook net. Wat gaat er nou tegen pijn hebben, Sander? Ik heb normaal niks tegen pijn hebben. Ik bedoel... Graag zelfs. Liever dan deze game spelen in ieder geval. Dat is hetzelfde toch als pijn hebben. Ja, maar elke fysieke en mentale pijn is beter dan dit. Durf ik al mijn geld op in te wedden? Zo'n all-in? En... ja, de overheid moet het wel goedkeuren, want dit is niet eens meer gokken. Dit is gewoon zo'n safe bet, dat ze ook zeggen, ja, dit is geen eens een bet meer, gast. Zeg maar dat. Ik vind het zo leuk dat jij je ook zo lekker onzin kan praten. Dat vind ik zo lekker. Weet ik, ben ik goed in. Hey, rot is op. Oh, dat we... Oh,
Oh, dat werkte gewoon, joh. Mooi, mag ik zo zonder poch in de chat? Nou, die had je zo net volgens mij. Als ik het goed zag, ik zag mezelf daar niet van. Dus, hoe is het leven? Nou ja, ik ben Mario 64 aan het spelen, dus veel maar in. Oké, op een schaal van 1 tot 10 dus. Maar ik ben wel mijn favoriete Sander. Ja, maar ja. Zeg maar, hoe goed ik ook ben. Maar ik kan, hoe slecht Mario 64 is, nooit toppen qua mijn goedheid, zeg maar. Dat klopt, ja. Dat zal niemand ook ooit kunnen. Kut. Jump dan gewoon een keer, jongen, kut Mario. Krijg de vinken aids. Dat is niet aardig. Heb je dat wel? Kijk. Ik meen het wel. Oké, nu weet ik. Ik moet deze kant op lopen en al hopen dat de camera hoek ineens wel meewerkt. Ja, oké, die doet ineens heel normaal. Oké, nou dat heb ik nog nooit gezien in deze game. Echt hoor. Maar ik vind wel dat we onze rage veel beter kunnen verbergen ofzo. Nou, nee, vind ik niet. Nee. Ik vind deze aflevering gaat het op zich niet heel lekker bij mij qua. Nee, maar je hebt wel een keer veel meer gehad dat je echt aan het zeuren was, zeg maar. Weet je wel, net als ik in die vulkaan waar ik de hele tijd. Oh, die moet ik waarschijnlijk ook nog hoor. Of had ik die nou uiteindelijk? Nee, die vulkaan had jij ook al gehaald, toch? Inmiddels. Oh, ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat je hem gedaan hebt in ieder geval. Ja, ik heb hem wel ook al een paar keer geprobeerd. Maar ja, dat zegt niet alles. Oeh, dat was heel ziek. Godverdomme! Oh, wat zei ik nou net? Nevermind. ja, we konden onze rage toch zo goed verbergen. Dat vind ik wel fijn, dat we dat zo goed kunnen. Nou, als je maar... Weet je wat ook een heel groot voordeel is van Mario Sunshine, wat we nu niet hebben? Nou? Dat je ball jumps kan. Ja, dat geloof ik direct. Ik ben wel een fan van wall jumps. Ja, op zich. Nu voel ik me soms echt zo machteloos. Hoppakee, nog een sterretje in de pocket. Ik denk dat ik deze ook wel heb. Hoeveel tijd hebben we? 2 minuten. Wat gebeurde daar? Oké, nou, ik leef nog. Ik vind het goed. Je kan het zonder. Ik geloof niet. Oké, als het goed is, blijft dit deel toch altijd boven? Ja. Miauw, miauw, miauw. Wat een naaie rij weer. Als je dit dus ziet. Ja, ik kan het niet uitleggen. Zo. Was dat Mario 64? Ja, dat wel. Nou ja, dan. Dat weet ik genoeg. Mensen die van deze game houden, die haat ons echt. Oh. Ja, Justin vindt deze game wel leuk, ja. Ja, maar ja. Justin is ook Justin echt... houdt gewoon van controversieel. Die zoekt altijd de controversie op, wilde ik inderdaad ook al zeggen. We denken wel op één lijn. Zo'n, hoe heet dat? Als je in elkaar gesmolten zit. Ja, oké. Okay. Siamese tweeling? Maakt het niet beter. Siamese tweeling bedoel ik. Wel pracht uitleg, vind ik. Zo. Zeker. Oh, yo, hoe kom je bij die ster dan? Zo. Oké. Okay. De boelie is mooi, de Goomba's aan het pesten. Dat mag. Aan het boelie? Ja. Dat zijn niet vaak dat boeliers boelie mogen, maar deze keer. Toch wel. Boeling build character. Heb ik nou de moeilijkste weg gekozen. Vraag me wel af wat voor character die Goomba's hebben, maar hey. Ben je nou aan het character shamen, Sander? Ja. Volg wel. Ik
vind Goomba gewoon niet heel interessant. Jawel? Oh, weet je, ik hou van elk poppetje die bij Mario Party erbij gevoegd kan worden. Hoe krijg ik die rode coin? Exact. Magische poeder. Oh, de tijd is om, Sander. Ja, nee, dat is goed. Zie dit gewoon niet. Ik weet dat ik hem zo net ook niet heb gehaald en ik had er zo net 6 coins. Oké, ik heb weer dus de vraag gehaald. Is. Oh, wacht. Oké, ja. Ik snap. Cruiser crossing the rainbow. Oh my god. Ik ben weer klaar met een leveltje. Daar houden we wel van. Ik niet. Ik heb wel de red coin, baby. Zoals ze dat in... Au! De red coin baby? 10 sterren en dan kan ik de eindbaas doen, Zander. Ja, dat betekent nog een aflevering of 3-4, zoiets. Je hebt er een beetje aan hoe snel ik sterren haal. En hoe snel de eindbaas haal. Ja, dat ook. Van die bouwse gooien, nou zou je denken... Kaboom, maar toch. Ook niet zo heel ingewikkeld. Spoiler, is het wel. Zet. Mario 64. Ik haat Mario 64 zo erg. Boyo? Sorry. Ja, daar moet ik soms ook nog wel aan wennen hoor. Dan zit ik te haten op de game. Dan zeg jij ineens... Ja, nee, klopt wel. Ja. Ik denk van, huh? Ik snap wat het wennen is, Sander. Ik snap het wel. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Bij Pokémon in ieder geval. Oké. Okay. Mario valt niet. Dank je. Pak gewoon die rode coin. Boeit me niet. Wat die bully met zijn leven doet. Nou ja, boeit me eigenlijk wel. Oh. Wat zeg je nou toch? Durf je. Gewoon doen. Ik zeg doen. Bij zo'n meneer ooit. Nee. Niet doen als in de lava vallen, Mario. Je zei net dat hij moest doen en dan doet hij dat, is het weer niet goed. Nou, ik bedoel niet dat eigenlijk. Miauw, Dit was ergens een rode coin. Ja. Moet je hem wel pakken. Oké, nog 2. Zo. We hadden geschreeuw over Mario 64 en hoe kut die is. Ik vind mijn stem niet zo. Wat ben jij nu op dit moment aan het doen, Sam? Die rode coins in Dire Dogs? Nee, die kan ik dus niet doen. Oh. Wat ben je dan aan het doen? Ergens anders de rode coins. In welke level? In het lava leveltje. In het lava leveltje? Ja. Maar het lava level, dat heeft toch gewoon die coins op die puzzel van Bowser, zeg maar. Op welk lava leveltje bedoel je? Nee! De tijd is zeker voorbij! Kutzooi! Ben je af? Ja, ander lava leveltje wel. Er zijn meerdere lava leveltjes. Ik ben af. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe graag een duimpje omhoog. En vind je Sander nou een coole jongen? Ga dan zeker naar de beschrijving, want daar staat zijn kanaal. En dan word je blij als je daar naartoe gaat. Adios, amigos.